deze week in het Omroep Eva Weekjournaal. Gaan we langs bij een musical. Komen we meer te weten over de cursus van loopgroep 2000. Gaan we voor de zomerspecial langs bij Elisabeth Karstens. En nemen we een kijkje bij de mannenzaal. Een kleine groep meiden presenteren vandaag een musical-uitvoering. Mijn naam is Nienke Smit en ik werk hier voor School in de Kunst in Amersfoort. We gaan zo meteen kijken naar Mini Musical Annie. Dat is een workshop die we bij School in de Kunst afgelopen maandag en vandaag hebben gegeven. Voor meiden, jonge meiden van 6 tot en met 10 jaar oud. En die doen dat voor zomerkunst. En zomerkunst is ons programma wat we in de zomervakantie hebben aangeboden. Allemaal verschillende workshops. En dit is daar eentje van. Deze dames hebben echt maar heel hele korte tijd gehad. In 2 middagen hebben ze een hele musical geoefend en ingestudeerd. En ze zijn best wel zenuwachtig, maar ze gaan het toch doen. En ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel leuk om te doen, dus ik denk dat ik het nog wel vaker ga doen. Nou, ik zit er al op, dus ik ga het sowieso vaker doen. Ja, en ik weet eigenlijk nog niet of we dan nog een musical gaan doen. Ik ben Petra, ik werk voor School in de Kunst en ik ben musical docent. Ja, ik vond dat ze het heel goed hebben gedaan. In 2 middagen, dat is echt heel knap. En je moet dan ook nog eens al je teksten uit je hoofd weten en de liedjes instuderen en de dansjes en waar je moet staan en waar je je spullen... Nou, het is echt, er komt veel meer bij kijken dan dat je gewoon zo op het eerste gezicht ziet. Dus dat is echt wel heel erg knap, dus ik ben echt enorm trots. Ja, ik vind het een heel leuk concept in de zomer dat je dan toch nog iets kan volgen. Want ja, in de zomer is er geen school, er is geen sport. Dus ik vind het een heel leuk idee en ik hoop heel veel kinderen met mij. Binnenkort is er een cursus van loopgroep 2000 in Vathorst. Mijn naam is Henk Mentink, ik ben de oprichter van loopgroep 2000 en de trainer bij loopgroep 2000. En ik ben hier 5 jaar geleden begonnen met loopgroepen, hardlopen. De loopgroep is een recreatieve groep die probeert de conditie wat beter te krijgen. En voor starters om te beginnen met hardlopen. Dus een wat recreatief karakter. Met een wedstrijdtintje, want sommigen doen ook wedstrijden mee. En die organiseren wij ook, loopgroep 2000. Organiseert naast in 7 plaatsen loopgroepen, hebben wij 5 wedstrijden die we per jaar organiseren. 6 geloof ik tegenwoordig, ja. Of 7? 7 geloof ik, ja. 5 jaar geleden hebben we de groep opgericht. Op het moment dat hier de snelweg, dat je richting Vathorst komt gaan. Vanaf de snelweg, want ik geef altijd eerst training in Ermelo en dan kom ik in een half uur kom ik hierheen om... Daarna om 9 uur hier de training te verzorgen. Nou, ik ben in 2000, vandaar de loopgroep 2000, begonnen met loopgroepen. Ook al omdat het mijn passie is. Ik heb vroeger Nederlands kampioen hardlopen geweest op de halve marathon. Ik heb hier bijvoorbeeld in de jaren 80 3 keer de halve marathon van Amersfoort gewonnen. En ik was in Noordwest-Veluwe, heb ik 7 groepen. En toen heb ik Utrecht ook bijgenomen. En het slaat goed aan. We hebben nu 80 leden. En in een paar jaar, dat is dus een aardig aanwas. Wij trainen op dinsdag en op donderdag van 9 uur tot 10 uur 's avonds. Je zou wel zeggen wat laat, maar de mensen die hier trainen, die vinden het een leuke tijd. Want die doen de kinderen naar bed, nog even zitten en dan gaan ze nog een uurtje hardlopen voordat ze naar bed gaan. Dus... het bevalt iedereen hartstikke goed. Ik zeg allemaal, volgende keer. Ja, dank je. Alles goed, hè? Ook met iedereen staat hier bij het fietspad. In de zomerspecial gaan we deze week op bezoek bij kunstenaar Elisabeth Karstens. Ik ben Elisabeth Karstens. Ik ben beeldend kunstenaar hier uit Amersfoort.
We gaan hier een interview houden over mijn foto's over de Gebbelinie. Het is een opdracht die ik samen met twee anderen heb gekregen van de gemeente Amersfoort. Mijn inspiratiebron is, ik wilde graag laten zien wat ik ervaar in het landschap. Het landschap dat laat bepaalde dingen zien vanuit het verleden. Die sporen uit het verleden, wat mensen achterlaten, de geschiedenis van het landschap. Ik was benieuwd tijdens het fotograferen of ik daar nog iets van kon zien, van die geschiedenis. En ja, dat is wel gelukt. En ja, ik vind het leuk om dat met mensen te delen. Vanaf 12 september is die te zien op de loods van Elsenaar hierachter. En blijft tot in het voorjaar zichtbaar. En de expositie loopt tot de Drie Sluizenbrug. Dus daar is tot daar dus het werk van ons alle drie te zien. Ik kan wat foto's laten zien. Het zijn niet de foto's die op de tentoonstelling te zien zullen zijn. Want die mag ik volgens het contract nog niet presenteren. Nou, dit was een van de eerste foto's toen ik de opdracht al gekregen had. De boom stond er nog, die is nu weg. Hier wonen dus mensen, hier zie je dus een van de huisjes. Het zag er heel pittoresk uit. Waar wij nu staan aan de overkant, dat heet de Glashut. Dat is dus een gebied geweest wat officieel bij de Gebbelinie hoorde, maar in handen is geraakt van particulieren. Op deze foto zijn mensen al een beetje aan het opruimen om weg te gaan. Ik vond dit wel leuk om te zien. Je ziet hier nog echt een stukje van de dijk zoals die was. Nou, hier was er al heel veel weg en zag je nog wat zo van die restanten. Kinderspeelgoed wat er nog een beetje doelloos was. Alsof mensen verjaagd of gevlucht waren. Dus ik vond het ook wel symbolisch eigenlijk voor nu, hè, voor actualiteit met veel mensen die vluchten. Wij wonen hier natuurlijk heel veilig in vrijheid. Maar ja, er is nog steeds van alles aan de hand in de wereld. Ik ben Celine en deze week tip ik de Levende Historie. Bij de Levende Historie werken allemaal vrijwilligers die leuke rollenspellen spelen. En deze zomer kun je de mannenzaal in en het burgerweeshuis. En dan kun je ontdekken hoe er vroeger hier in Amersfoort geleefd werd. Ja, ik ben Ed van der Veer, ik ben bestuurslid van Levende Historie. En ik hou me vooral bezig met financiële zaken en alle activiteiten. Dus de coördinator van de activiteiten van Levende Historie. En dit is de kapel en de mannenzaal. En daarin speelt zich een spel af, als ik het zo mag noemen, in 1907. 1907 is het jaar dat de laatste gastelingen deze zaal verlieten. En stel je voor dat er een groepje achterblijft in een soort diepe winterslaap verkeert. En elk jaar even terugkomt, even uit slaap gewekt wordt. En dan elk jaar in de zomermaanden spelen, nee, ze zijn 1907. Ze hebben geen weet van de wereld. En je stapt dus in hun wereld, in hun besognes en alles wat zich in die tijd afspeelt. Levende Historie is een stichting die bedoeld is om de geschiedenis, de wortels van de geschiedenis van Amersfoort zichtbaar te maken. Dat kan op verschillende manieren en een daarvan is door middel van een soort rollenspel. Dat gebeurt in het burgerweeshuis, dat gebeurt in de mannenzaal, waarin mensen spelen alsof zij in die tijd er zijn. En bezoekers kunnen dus in gesprek gaan, interactief, je gaat echt in gesprek. Je gaat op bezoek bij de weeskinderen en de binnenmoeder. Je gaat op bezoek bij de gastelingen en de binnenvader en de ondermoeder. Dus je beleeft werkelijk die tijd door het gesprek aan te gaan met die mensen die er zitten. We zijn geen museum, dus de vraag is, zijn wij een museum? Nee, we zijn geen museum. We zijn wel voortgekomen uit een museum, uit Vlehiete. Vlehiete is ergens in de jaren 90, ik geloof 1993, gestart met die mannenzaal op deze manier te laten zien. En in 1999 is er een aparte stichting in het leven geroepen om dat spel te blijven kunnen voortzetten. Dus we zijn geen museum, we zijn echt een stichting die het moet doen en moet hebben van entreegelden voor deze zaal om de zaak te kunnen regelen. Of er dingen worden toegevoegd, dat moet ik ja op zeggen. Alleen op dit moment moeten we even terug naar de basis. De gemeente heeft besloten om ons geen subsidie meer te geven. Dus we moeten opeens een heleboel dingen zelf gaan doen en betalen. Dus dat is even lastig. Dus er komen wel nieuwe activiteiten bij.
In het verleden, kort geleden trouwens, is er een iPad-applicatie ontwikkeld, een app ontwikkeld, die heet Lost in Time aan de Eem. Dat is ook een activiteit die dus met de geschiedenis te maken heeft. En we moeten gaan nadenken over dat soort activiteiten, dus uitbreiden van activiteiten, uitbreiden van mensen die in de stad rondlopen en een rol hebben. Misschien moet je wel een ander type rondwandeling gaan doen. Waar wij vooral naar zoeken is proberen om samenwerking te krijgen met de Waterlijn en de Gilde Amersfoort, dat zijn de stadsgidsen, om te komen tot zeg maar, arrangementen en dan daar allerlei dingen aan toe te gaan voegen.